Vandaag in hoge hakken, strakke pakken, waant erfgoedmakelaar Jan Willem zich in een sprookje. Ja, het uitzicht is hier wel echt geweldig, zeg. Nee, het is niet de Efteling waar erfgoedmakelaar Jan Willem vandaag een dagje heen gaat. Het is Oosterwijk. De erfgename van de laatste eigenaar van dit kasteeltje uit 1895 heeft Jan Willem uitgenodigd. Ik ga vandaag kijken naar dit kleine kasteeltje. Kennis maken met de eigenaars en kijken of wij het pand in verkoop en bemiddeling kunnen nemen. De bewoner van het kasteel heeft er tot aan zijn dood gewoond. Zijn erfgenamen hebben al een heerlijke woning. Dus het kasteeltje is, ja, hoe moet je het zeggen, overbodig. Nu zoeken ze een geschikte makelaar om hun vaders geliefde kasteeltje te verkopen. Mijn vader heeft er altijd in gewoond en die is dus een paar jaar geleden gestorven. Ja, en ja, nu moet het toch verkocht worden, helaas. Even aanbellen. Ja, dat is natuurlijk ook altijd wel spannend. Hè? Je moet toch weer met de eigenaar kennis maken. En, Dus spannend. Mooie klus voor jou, Jan Willem. Moet je nu wel even een goede indruk maken. Goedemorgen. Kijk eens, goedemorgen. Meneer Andriessen, hè? Ja. Het kasteel was van de vader van Guusje. Het was de favoriete plek van de familie. Daar zullen we echt missen. Ja, want die worden nog, ons vaders verjaardag wordt hier geregeld gevierd, nog steeds. Komen alle kinderen en kleinkinderen bij elkaar. Doen we allemaal hier nog. Het is afgelopen. Dus, ja. Sinds het overlijden van Guusjes vader wordt het kasteel tijdelijk bewoond. Want met de verkoop wil het nog niet zo vlotten. Nu staat anderhalf jaar, bijna twee jaar. Aan de wow-factor zal het niet liggen. Misschien aan de prijs? Het is 1.795.000. Oh, dat is geen geld. Je krijgt er maar liefst 263 vierkante meter woonoppervlakte en 8 kamers voor. Nou, Jan Willem, kijk goed rond en laat je licht schijnen over dit verkoopprobleem. Deze mensen rekenen op je expertise. Dit is de eerste torenkamer. Hier kun je naar de toren. Oh ja, dat is leuk. Kan Jan Willem de hoge verwachtingen van Guusje waarmaken? En mag hij het kasteel in de verkoop nemen? Jan Willem bekijkt het prachtige kasteel in Oosterwijk, waar hij op het punt staat de toren te beklimmen. Ja, dat is leuk, Wat een prachtige trap, zeg. Ja. Uniek selling point van het kasteel is het uitzicht. Maar om dat te zien moet je wel het dak op. Na bijna 50 antieke traptreden wacht boven een tegenvaller. Het dak blijkt één grote ijsvlakte te zijn geworden. Dat kan ik maar niet doen. Maar Jan Willem besluit het er toch op te wagen en stapt het spekgladde dak op. Oh, maar het is hard. Ja, het is hard. Oh ja? In Oosterwijk bekijkt Jan Willem een waar kasteel. Het staat te koop voor bijna 1,8 miljoen en wacht al 2 jaar op een nieuwe kasteelheer. Jan Willem is inmiddels bij het dak aangekomen. En om een goede indruk te maken op de eigenaren, waagt hij zich op glad ijs. Oh. Nou? Ja, hij zakt er niet erheen, hoor. Dat gaat goed. De beloning is dan ook prachtig. Oké. Okay. Ja, het uitzicht is hier wel echt geweldig, zeg. Ja, leuk, hè? Zit er ook iets van een hertenkampje, of wat is dat? Ja. En de toren, want die was vroeger van zink, die is een keer in het bitumen gezet, zie ik, of niet? Ja, dat zou ik niet. Daar heb je goed op geleerd. Ja. Dat is helemaal juist. Ja. Yes, punt binnen. Ze zijn onder de indruk van je expertise. Hij is gewoon goed. Hij heeft het goede inzicht. Ja. Oké, genoeg. Straks gaat hij nog naast zijn schoenen lopen. Op naar de slaapvertrekken. We zijn weer terug in het Sprookjeskasteel in Oosterwijk dat Jan Willem dolgraag in de verkoop wil nemen. Maar wil de verkoper dat ook? De master bedroom. Ja. Want
Al die ramen die zijn waarschijnlijk ook door uw vader allemaal vervangen een keer, denk ik. Die ramen, ja, het is allemaal... Dat moet een keer vervangen. Deze twee wel, ja. Want het is namelijk ook allemaal nog enkel glas. En aan de detaillering denk ik dat het namelijk ook jaren 60 is. Kijk, het is wel gewoon in 1965 voor het laatst is dat onderhanden genomen. En dat zie je ook aan de tegeltjes en de kozijnen en de verwarmingsradiatoren en de leidingen en het elektra en alles wat erbij komt. Dus ja, daar moet gewoon wel echt een liefhebber voor zijn die nou ja, gewoon daar ook nog wel wat geld in gaat steken. Ja, ja, maar ik zie namelijk ook als je naar deze badkamer kijkt, dat, ja, is, die badkamer, dat is echt hartstikke... Ja. 1966, gewoon die kleurtjes, dat was gewoon... Ja, dat was zo, hoor. Zo, ook met zeg maar, dit schuine van het bad. Dat, ja, eigenlijk best mooi. Ja, het heeft de uitstraling van een heel groot pand. Het is niet zo groot. Het ligt op een mooi perceel. Toch op een mooie plek hier in Oosterwijk. Ja, er zijn toch wel mogelijkheden. Dus ik vind het een heel leuk pand. Het is wel heel verrassend. En dan nog even rond de tafel. Zo'n kasteel doe je natuurlijk niet zomaar in de verkoop. Is het nou moeilijk om het huis ook weer te gaan verkopen? Want uw vader heeft hier ook gewoond, hè? Ja, die heeft hier zeker 45 jaar gewoond. En ja, dat was gewoon een hele prettige tijd altijd. We hebben het hier heel fijn gehad. Dus de koper die moet voor goede huizen komen? Die moet voor goede huizen komen, ja. Ik vind het een geweldig leuk pand. Dus ik hoop toch dat ik met mijn enthousiasme de opdrachten krijg. Maar... ja, ik heb er wel vertrouwen in. We moeten nog even wat details met hem doornemen, maar we gaan ervan uit dat we het daar wel over eens worden. Yes, missie geslaagd. Jan Willem mag het kasteeltje toevoegen aan zijn bonte verzameling bijzondere objecten. Dag.